In deze video ga ik een grid maken. En een grid maken is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Om te beginnen ga ik een aantal hulplijnen maken. En die hulplijnen gaan mij dadelijk helpen met het uitzetten van mijn grid. Bovenin bij weergave heb je de mogelijkheid voor het tonen van linealen. En als je daarop klikt of op de sneltoets Ctrl-R, dan zie je bovenin en aan de linkerkant de linealen erbij komen. Je kunt er met rechts op klikken en dan kun je kiezen wat je wil zien, bijvoorbeeld procenten of pixels. Net nagelang wat jij wil. En vanuit die lineaal kan ik een hulplijn trekken. Als ik erboven ga staan, dan wordt het een wit pijltje. En als ik dan klik en het ingedrukt hou, kan ik een hulplijn naar beneden trekken. En als ik hem loslaat, zie je dat ik een cianenkleurige hulplijn heb. Eventueel wanneer het verplaatsingsgereedschap actief is, dat doe je met sneltoets V, kan ik boven de hulplijn gaan staan en als ik dan klik, kan ik hem eventueel nog verplaatsen. En sleep je hem terug naar de lineaal, dan is hij weg. En in principe zouden we nu een raster moeten maken van hulplijnen over een bepaald stramien. Dat zou je met de hand kunnen doen, iedere keer een hulplijn tevoorschijn halen en hem heel precies plaatsen. Maar Photoshop zou Photoshop niet zijn, als we dat ook gewoon kunnen automatiseren. En dat vind je bij weergave. En we gaan een nieuwe layout van hulplijnen maken. En dit is dan wat ik te zien krijg. Je ziet daarin twee mogelijkheden: kolommen en rijen. En in dit geval is er kolommen aangevinkt. En ik heb acht kolommen met een tussenruimte van iedere keer 20 pixels. Nou, ik wil gewoon een mooie verdeling. En ik denk dat, ik noem maar wat, ja, 300 pixels is wel aardig. Dus ik wil een breedte van mijn kolommen van 300 pixels. Ik zit helemaal niet te wachten op een tussenruimte. En ik heb nu 8 kolommen van 300 pixels. Maar dat is te weinig. Ik heb nog een klein beetje over. En ik denk dat het er bijvoorbeeld wel 11 kunnen zijn. Nou, dat is in dit geval niet waar. 11 kolommen van 300 pixels is breder dan mijn foto. En dan doet Photoshop niks. Ik krijg wel een heel mooi klein oranje driehoekje te zien. Dus ik ga er eens 10 van maken. En dan zie je dat het op zich vrij aardig lukt. En ik wil natuurlijk ook een aantal rijen. Ik wil geen tussenruimte, ik wil mooi vierkant grid. En ik wil, ja, hoeveel zullen er tussen passen? 9? Nee, 9 is te veel. 8 ook. En 7 past prima. En ik klik op oké. OK. Nu heb ik dus een grid wat vrij aardig is uitgezet. Het klopt natuurlijk niet helemaal met mijn foto en dat ga ik gewoon oplossen. En om dat op te lossen snij ik gewoon heel simpel de foto uit. Hier moet ik verder mee aan de slag. Ik ga een grid uitzetten van kleine lijntjes op deze hulplijnen. En als ik bijvoorbeeld eens inzoom, dan moet ik hier dus lijnen op gaan plaatsen. Nou, dat doe ik heel simpel met de marquee tool. En die vind je hier linksboven of onder sneltoets M. In dit geval wil ik rijden van één pixel over de gehele breedte van de foto. En ik kies dus een stijl met een vaste grootte. Ik maak de breedte. Ja, geen idee hoe breed ik het moet maken. Ik zal trouwens eerst even kijken hoe groot de foto is om dat te weten. Ik druk op Ctrl-Alt I om die gegevens tevoorschijn te halen. En ik zie dat mijn foto 3000 pixels breed is. Dus ik wil een vaste grootte van 3000 pixels breed en 1 pixel hoog. En als ik nu ergens klik, dan zie je dat ik gewoon een heel fijn lijntje krijg. En de bedoeling is dus dat dit op mijn grid staat. Als je heel ver uitzoomt, dan is het lijntje zelfs weg. Maar ik moet hem dus daar op de grid neerzetten. En dat is ook vrij eenvoudig. Je kunt namelijk, als je de selectie maakt, gewoon tegen de hulplijn aankomen. En dat doe je door te zorgen dat het allemaal een beetje magnetisch is. En bij weergave zie je die optie ook staan, magnetisch. Zorg dat die aangevinkt is. Nou, vervolgens heb ik dus één lijntje geselecteerd. Maar ik moet er meer selecteren. Ik zorg hierbovenin dat mijn selectie iedere keer uitbreidt. En dat doe ik door daarop te klikken. En je ziet, in mijn cursor is een klein plusje gekomen. Klik ik nou bijvoorbeeld, dan heb ik twee lijntjes van de selectie. En zo moet ik alle lijntjes even afgaan. Dat kan, als je een hele fijne grid maakt, best een uh, pokkenwerk zijn, zeg maar. Maar het zij zo. Ik wil natuurlijk ook gewoon de verticale lijnen doen. En ik keer mijn selectie dus om, dan is die 1 pixel breed en 3000 pixels hoog. Nou, dat is vele malen hoger dan de foto en dat is dus geen enkel probleem. En in dit geval ga ik dus even alle verticale lijnen af. En ook hier geldt, heb je nou een hele fijne grid, want je hoeft natuurlijk geen vierkantjes te maken. Heb je een hele fijne grid, dan ben je hier ook eventjes zoet mee. En ik heb dus een selectie gemaakt. Ik maak vervolgens met Ctrl-Shift en een nieuwe laag aan. En deze laag noem ik grid. En dat doe ik omdat ik dadelijk gewoon weet waar ik moet zijn. En deze ga ik vervolgens vullen met de kleur wit. Nu is wit in dit geval mijn voorgrondkleur. Dus Alt-Backspace zou volstaan. Heb je geen wit als voorgrondkleur, dan kun je heel simpel gewoon op de D drukken. Krijg je zwart en wit. En met de X kun je die kleuren trouwens omdraaien. En in dit geval is wit mijn achtergrondkleur. En met Ctrl Backspace vul ik dit dus gewoon met wit. En dit is dus over heel mijn foto te zien. Kan ik mijn selectie gewoon vrij eenvoudig opheffen met Ctrl D. En ik kan mijn grid verbergen met de sneltoets Ctrl H. En je ziet, ik heb een hele mooie witte grid. En vervolgens mag ik hiermee aan de slag. Om te beginnen wil ik een dikke witte rand om mijn foto heen. En ik maak dus gewoon een nieuwe laag. En die noem ik witte rand. Vervolgens, als ik op de laag grid sta, kan ik met het toverstafje vakjes selecteren. Je moet opletten dat aangrenzend aan staat. Want doe je dat niet en je selecteert in een vak, dan pakt hij gewoon de hele laag. En vink je aangrenzend wel aan, dan pakt hij gewoon één vakje. Ook hier geldt weer: pak je het tweede icoontje, dan gaat die dingen bij elkaar optellen. Dus kun je gewoon lekker door blijven klikken. Eventueel staat hij op de eerste. Dan doet hij dat namelijk niet. Kijk, dan maakt hij gewoon weer een nieuwe selectie. Of je houdt de shift toets ingedrukt, dan kun je er ook gewoon keurig bij selecteren. En zo ga je alle vakjes rondom je foto even af. Net zolang totdat je ze allemaal gehad hebt. Ik ga terug naar mijn laag witte rand. En dit ga ik vullen met wit door op Ctrl-Backspace te drukken. Want wit is immers mijn achtergrondkleur. Ik ga ook nog gewoon op de laag grid wat andere willekeurige vakjes erbij selecteren. Gewoon omdat dat fraai is. En ook die vul ik bij witte rand. Je ziet eigenlijk nog wel een heel klein beetje de grid er doorheen komen. Nou, dat is gewoon omdat daar geen pixels uh, geselecteerd zijn. Als ik bijvoorbeeld mijn laag grid en achtergrond uitzet. Ik kan beter achtergrond aan laten staan. Dan kijk je nu dus tussen de witte vlakken door. En grid vult dat net niet helemaal op. Gaan we straks ook nog wel fixen. Komt wel goed als je wel inzoomt op pixelniveau. Zie je gewoon dat het klopt. Op 100% ook. Maar dit is eigenlijk gewoon niet zo fraai. Nou, je zou dat vrij eenvoudig op kunnen lossen. Maar dat heeft in dit geval dus eigenlijk geen zin. En vervolgens kan ik met mijn vakjes zelf gaan spelen. Dus zorg dat je op de laag grid staat. Pak het toverstafje en selecteer gewoon willekeurig een aantal dingen. En vervolgens maak ik een aanpassingslaag. Kleurtoonverzadiging. En trek ik er bijvoorbeeld de verzadiging helemaal uit. Ik ga terug naar mijn grid. Ik selecteer een aantal andere vakjes. Ik maak een nieuwe aanpassingslaag: kleurtoonverzadiging. Ik kies voor Vullen met Kleur. En ik trek gewoon aan de kleurtoonslider. En ik ga er nog een maken. Het is je eigen creativiteit wat je hiermee doet. Eventueel kun je ook gewoon kiezen voor, weet ik wel, zoiets als omkeren. Je krijgt natuurlijk dan een hele blauwe contrasterende kleur in dit geval. Dus dat is op zich niet zo gek fraai. Ik wil gewoon een kleurtoon en verzadiging. Maar op zich, de grid was wel aardig. Dus ik versleep mijn masker. Dat kan gewoon. En dan gooi ik omkeren weg. En wederom zeg ik vullen met kleur en. Laten we een beetje paarsachtig pakken. Maar dan wat lichter. En op deze manier maak je dus gewoon heel eenvoudig een grid. Ik zou nog even uitleggen hoe je dus die witte lijntjes in dit geval wegkrijgt. Nou, heel eenvoudig. Ik ga gewoon boven op een witte rand staan. Druk op Ctrl, Shift, Alt en E. Je krijgt nu gewoon een nieuwe laag met alles wat je gedaan hebt. En in feite is dat gewoon meteen opgelost. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!